Welkom op de gemeentewerf in Naaldwijk. We zijn ons aan het voorbereiden op de winter. We gaan vandaag proefrijden. De mensen zijn nu allemaal bezig om hun wagens klaar te maken. Om het rondje te maken. Een beetje een raar gezicht. Het zonnetje schijnt. En we gaan een proefronde maken met strooiers. Maar ja, dat moeten we ieder jaar doen om te zorgen dat we dadelijk gesteld staan. Om eventuele sneeuwbui gladheid te voorkomen. Ik neem u even mee over de werf. Als u meeloopt, dan zal ik het u laten zien. De mensen staan nog klaar om te gaan rijden. Ze hebben al opgebouwd. Hier komt dadelijk voorbij een grote strooier van 5 kuub ongeveer. We hebben ook lange routes. Ik zal even stoppen met praten. Dus dan met de glij van de vrachtwagen. We hebben allemaal al de grote beurt gehad. De monteur van de leverancier van de machines is ook aanwezig om kleine storingen op te lossen. En is de storing toch nog weer iets groter, dan wordt dat gewoon morgen of overmorgen gedaan. Maar iedere chauffeur heeft nu de gelegenheid om dit soort zaken op te pakken. Hier is nog een grote wagen. Vooral voor belang om gewoon ook echt de route te rijden. Ieder jaar zijn er gewoon nieuwe straten aan toegevoegd. We komen misschien wat wegversmallingen tegen, we komen paaltjes tegen. Dus dat wordt allemaal meegenomen in de route. Zo gaan de jongens dus op pad, expres ook met die schuiven ervoor. Om te kijken, jongens, kom ik dan nog wel overal doorheen? Of zijn er toch nog in de afgelopen zomer veranderingen geweest, waardoor we vastlopen? En dat willen we zeker niet hebben als we dadelijk s'nachts de pad op gaan. Ik wil je even een stukje verder meenemen. Hier staat het materiaal al binnen. Dat wordt dadelijk ook allemaal getest. Hier staan onze mensen die zijn bezig met opbouwen. En daar staat de monteur bij om te laten, om te kijken van ja jongens, gaat het allemaal zoals het moet gaan? Ja, sorry. Oké, nou, deze wagen had net de storing. Nou, de monteur is erbij, wordt gelijk opgelost. De mensen staan klaar voor vertrek. Er worden nog wat instructies hier meegegeven. De wagens rijden, worden natuurlijk bestuurd door de chauffeur. Maar ze worden aangestuurd door een soort pontonsysteem. Dat zorgt ervoor dat zodra zij hier wegrijden van de werf, zij gelijk al opdrachten krijgen linksaf, rechtsaf. En de strooier gaat op de juiste plaats ook weer strooien. Om te zorgen dat de jongens, iedere vreemde chauffeur zou erop kunnen en zou zomaar de strooiroute kunnen rijden. De tomtom vertelt precies wat er moet gebeuren en de machine en de computer doet de rest. Als we verder kijken, hier zijn ook de mensen bezig. Alles staat hier klaar. Het gebeurt natuurlijk ook dat wij 's nachts al van tevoren weten dat we eruit moeten. Dan gaan we 's middags natuurlijk al opbouwen. We gaan niet tot het laatste moment afwachten. En het is natuurlijk beter om 's middags op te bouwen met licht. Als s'avonds in het donker, dus aan het eind van de werkdag, wordt het dan opgebouwd. Het is wel eens raar, want we strooien preventief en curatief. Het gebeurt wel eens dat er s'avonds gewoon nog 3 à 4 graden is. En dan denk je, ja, dan zie je de strooierwagens rijden en dan denk je, ja, dat is ook onzin. Maar wij weten, wij hebben natuurlijk contact met Meteoconsult, die ons ook informatie geeft. We maken 's middags een weerbericht en dan beslissen we of we eruit moeten of niet. Dat kan zijn een hele kleine route, bijvoorbeeld een bruggenroute. Bruggen zijn altijd iets kouder als de normale weg. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld een klein strooirondje doen. En we kunnen ook beslissen, oké, we rijden er nog ietsje uit. En dat staat allemaal op kaart. Normaal gesproken, als we er dus echt uit moeten voor een preventieve route, start alles op. Dus ook de fietspaden. Het hele spul wordt in één keer opgepakt en gaan we met z'n allen de pad op. We helpen elkaar. We zorgen gewoon dat er nooit iemand hier blijft staan. Er is hier altijd nog weer iemand aanwezig om met beladen, noem maar op, eventuele problemen. Mensen met een lekke band onderweg kunnen allemaal hier naartoe bellen. En dan wordt het hier vandaan wordt het allemaal gecoördineerd en opgelost. Als we weer een stukje verder lopen, lopen we naar daar staat de zoutloods. We hebben 3 zouten. Heen, als dit leeg is naar schamezanden,
In principe komt alles hier zo. We laden hier en we komen hier ook allemaal weer terug. Maar als we dus hele lange tijd achter elkaar moeten strooien, zou het zomaar kunnen zijn dat deze zoutloos leeg is. Maar dan hebben we nog een grotere zoutloos in Schravenzanden, waar we dan weer terecht kunnen. En bij uiterste nood nog op Monster. In één strooironde gebruiken we ongeveer, hoeveel zout, Tim, ongeveer 13 ton zout. En als wij curatief strooien, zitten we rond de 30 ton zout. Dus dat is nogal een beetje wat er dan eventjes zo doorheen gaat. Een strooironde duurt ongeveer 2,5 uur. Als we gaan strooien als het sneeuwt, duurt het natuurlijk langer. Ja, maar wij proberen voor de spits altijd klaar te zijn. Dus 's middags maken wij het weerbericht met Meteoconsult. Nou, wat doen we? Gaan we eruit? Gaan we om 7:30 eruit? Als iedereen gegeten, mag ook iedereen de andere dag gewoon weer gaan werken. Het zout plakt ook aan de weg, dus die staat die weg is gesteld voor de andere dag, voor 's nachts, eventuele gladheid op te vangen. Dan gaan wij nog niet zomaar slapen, dan blijven wij 's nachts nog steeds op de weg om te blijven controleren hoe ziet die weg eruit en wat zijn die wegtemperaturen. En komt er toevallig een regenbuitje overheen, dat zou zomaar kunnen, dan krijg je dus verdunning en moeten we misschien nog een keer inzetten. Maar we proberen dat altijd te voorkomen door met inzicht met Meteoconsult. Kijk, want als we van tevoren weten dat het gaat regenen, dan gaan we natuurlijk niet preventief, want dan spoel je natuurlijk ook de zout van de weg. We zullen even verder lopen naar de zoutloos. En hier de zoutloos. Ongeveer 300 ton ligt hier. Schravenzanden 400 ton. We doen het met een shovel. Daarnaast hebben wij ook nog nat zout. Dus als we preventief gaan, dan strooien we altijd nat. Dat betekent dat het zout op de weg blijft plakken. Anders zou het met wind of wat dan ook zou het zomaar van de weg ook kunnen waaien. Als we curatief gaan, dan kunnen we ook nat. Want dan heb je toch nog weer een extra middeltje bij je om te strooien. Maar dan zou je dus gewoon droog kunnen strooien. En dan ga je dus ook de grammen gaan er dus omhoog en dat betekent dat je dan naar die 30 ton gaat. Dus dan kun je je voorstellen, als je één rondje hebt gedaan, dan heb je natuurlijk maar een aantal rondes die je kan doen. En dan zie je die muur aan de achterkant. Daar moeten wij natuurlijk wel op letten, dat we daar juist op inspelen. Wij moeten dus naar het weerbericht kijken en naar onze zoutvoorraad. Wanneer gaan we hem bestellen? Want als ik hier natuurlijk 4 wagens bestel en ik kan er niet in en ik krijg een regenbui, gaat het weg. Ik moet ook voor de milieu letten, dat ik niet op straat blijf, dat ik het ook allemaal naar binnen krijg. Dus dat is altijd een moment dat je zegt, oké jongens, en daar moeten we bovenop zitten, van oké, nu moet de bestelling de deur uit, dat ik op tijd het zout binnen heb. Hier staat het voertuig, daar worden de routes eigenlijk het hele jaar, voor de winter, worden ze dus ingeregeld. Als je hier in naar binnen komt, dan kunt u het ook zien. Dat is eigenlijk de man, de TomTom. Die zorgt dat die jongens dus dadelijk gewoon helemaal onbezorgd de weg op kunnen en gaat vertellen of ze links of rechts af moeten. Daaronder zie je de laptop. Ja, daar wordt dus ook van tevoren, wat ik al zei, de route helemaal op ingeregeld. Dat die jongens echt overal waar ze komen horen, hier moet u links af en hier moet u rechts af. En hij kan ook nog speciale boodschappen inspreken, zoals maak even een rondje bij de brandweer jongens. Let op dat we die niet vergeten, dat ook onze hulpdiensten wel goed de pad op kunnen als zij de weg op moeten voor een of andere calamiteit. Nou, zo zijn wij dus eigenlijk een jaar rond bezig met de gladheidbestrijding. Want het is niet zomaar dat we nu vandaag zeggen, we moeten nu gaan strooien. Nee, we bereiden ons eigenlijk al de zomer voor om in de winter klaar te staan. De zoutcontracten, dus de contracten met de aannemers, en gaan zomaar door. Ik hoop dat ik u een beetje een goede kijk kunnen geven achter de schermen hoe wij werken. En ik wens u allemaal een goede winter toe. En dat is voor de ene schaatsen en voor de andere is dat gewoon een droge weg en veilig van A naar B. Dus succes!